Dit is het boek met als titel Bloed aan onze handen, geschreven door Michael Brown. Ik heb dit boek in 1999 gelezen en ik was al een aantal jaren predikant en ik bracht het evangelie zonder een besef van hoe belangrijk de verbondenheid met Israël is. Maar toen ik dit boek heb gelezen, toen is dat heel erg gaan veranderen. In dit boek wordt een overzicht gegeven van de eeuwenlange houding van de kerk ten opzichte van de Joden. Laat zien hoeveel antisemitisme en hoeveel jodenhaat er altijd is geweest in het christendom vanuit de vervangingstheologie. En als je dit boek leest, dan breekt je hart. En als je dan je bewust wordt van deze geschiedenis, dan word je je er ook van bewust dat wij inderdaad puin moeten ruimen. Dat de Heer erg bedroefd is over wat er in de kerk zo vaak gezegd is over de Joden. Dat het heel erg belangrijk is dat we daar op terugkomen, dat we ons daarvan bekeren en dat we ons verootmoedigen over deze vreselijke geschiedenis. Nou, denk je misschien, ja, dat waren mensen van toen. En wat hebben wij te maken met die vroegere tijden en met die geschiedenis van zo lang geleden? Maar toch is het zo dat wij horen bij de kerk, wij horen bij het christendom. En er is ook zoiets als collectieve schuld. En we vinden in de Bijbel ook voorbeelden van mensen die zonde beleden en die de schuld beleden van vroegere generaties en die ook de zonde van het volk beleden, terwijl ze zelf helemaal niet die zonde begaan hadden, zoals bijvoorbeeld Daniel. En daarom is het zo belangrijk dat we ons bezinnen op de geschiedenis. Dat we ook bezig zijn met puinruimen ten aanzien van deze vreselijke relatie tussen de kerk en de Joden, tussen de kerk en Israël. En wil ik jou de vraag stellen, wat denk jij dat wij moeten met deze geschiedenis?